In februari van dit jaar kwam Silly Dartel, 62, erachter dat ze opnieuw longkanker heeft. Inmiddels heeft ze vele chemokuren en immuuntherapieën achter de rug. Openhartig vertelt de presentatrice over de behandeling, de nare bijwerkingen en het gemis van haar kinderen en kleinkinderen. Sinds maart heeft Silly elke 3 weken een chemokuur in combinatie met immuuntherapie gekregen. Ik ben daar goed ziek van geweest. Misselijk, moe, emotioneel. Het enige wat ik wilde en eigenlijk kon was slapen. Soms was ik zo moe dat ik na de douche het bed niet eens haalde. Die bijwerkingen duurden vaak 4 dagen. Daarna knapte ik langzamerhand op. En mijn man Jan was zo lief voor me. Hij deed alles voor me. In die tijd stopte hij ook met zijn werk als piloot. Zijn werkgever had gelukkig alle begrip voor de situatie en gunde hem de tijd om voor mij te zorgen. Er was nog een andere reden waarom Jan liever niet wilde vliegen. Het coronavirus had Amerika inmiddels ook bereikt en Jan vliegt door heel dit land. Hij wilde voorkomen dat hij het virus kreeg en mij zou besmetten. Want als ik met longkanker ook nog eens corona zou krijgen. Dat zou niet goed aflopen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen werd Jan ziek. Hij kreeg in maart verhoging en voelde zich niet lekker. Hij heeft zich toen niet laten testen, maar voor de zekerheid hebben we wel ruim een week afstand van elkaar genomen. En alles werd ontsmet. Na die periode voelde hij zich weer goed. Een maand geleden hebben we ons allebei laten testen op antistoffen. Jan bleek inderdaad corona te hebben gehad. En ik niet. Ik was dus door het oog van de naald gekropen. Apostrof.